Welkom allemaal. Dit wordt een part 2 van een eerder gedane workshop, Network Hacking 101, waarin we een aantal netwerkprotocollen gaan behandelen. Hoe horen ze te werken en wat kun je ermee doen om ervoor te zorgen dat je er mogelijk voordeel mee kunt behalen. Er staat duidelijk onder voor educational purposes only. Dus voor labomgevingen uitstekend geschikt, maar ik zou het niet in de praktijk brengen tenzij je daar graag mee in de problemen wil komen. Mochten er trouwens liefhebbers zijn, alle apparatuur die ik heb gebruikt voor het testen en bouwen van de scenario's, die heb ik mee. Dus ik kan ook dingen echt laten zien op werkende apparatuur. Wie weet wie dit zijn? Daar was ik al bang voor. Dit zijn twee netwerkhelden. De link is Radia Pulman, een dame die al een vrij lange carrière in netwerken en IT erop heeft zitten. En dat is de uitvinder van Spanning Tree. Een van de protocollen waar we het onder andere nu over gaan hebben. Maar, en dat is best bijzonder in de netwerk en IT, ze heeft ook een van de opvolgers uitgevonden. Ze is namelijk zelf tegen de tekortkomen van Spanning Tree aangelopen en ze heeft daadwerkelijk een opvolger geschreven. De rechter is iets waar we echt als Nederlanders trots op moeten zijn. Ja, professor Edsger Dijkstra, uitvinder van het Dijkstra-algoritme. Gebruikt in onder andere diverse shortest path first algoritmes, waaronder OSPF, Open Shortest Path First. Dus ja, ik ben blij dat iemand erbij kent. Dat is geweldig, ja. Nee. We gaan uit van een heel simpel scenario. Je bent op een campusomgeving met hele basale netwerken in place, met wat open standaarden, Spanning Tree, OSPF, zijn allemaal open standaarden, eigenlijk elke network vendor ondersteunt ze, en een hele basisconfiguratie. What could possibly go wrong? Eerst even een klein stukje uitleg over het Spanning Tree protocol. Voor de mensen die gisteren naar de presentatie van Altella zijn geweest, op het moment dat je daar elk woord van hebt begrepen, ga je hier niks nieuws leren. Dit is echt heel, heel basic, een klein stukje over het protocol. Het protocol is een loop prevention protocol. Wat gisteren ook al werd aangegeven, wat heel veel mensen niet weten, is dat standaard Ethernet heeft geen time to live. Op het moment dat je het pakketje verstuurt en het blijft geforward worden, dan blijft het geforward worden. Het is een best oud protocol, bestaat sinds ongeveer 1990. En er zijn diverse variaties en diverse standaarden voor gemaakt. Het is een IEEE-standaard. En dit zijn de standaarden voor onder andere gewoon Spanning Tree en Rapid Spanning Tree. Het protocol werkt met het selecteren van een zogenaamde root bridge per elk domein. Ik ga zo meteen al die saaie dingen ga ik ook uitleggen met plaatjes, hoor, dus maak jullie geen zorgen. En Bridge Protocol Data Units. Het soort berichten dat switches onderling uitwisselen om te bepalen wie er nou eigenlijk de baas wordt. Elke switchport kan een aantal rollen vervullen. Ze kunnen blokkeren, dan laten ze helemaal geen data door. Ze kunnen luisteren, dan kijken ze onder andere of ze andere switches horen. Ze kunnen learning, dan proberen ze MAC-adressen van aangesloten hosts te leren. En ze kunnen, en dat is op zich een van de mooiste, verkeer forwarden. Want daar heb je zo'n ding uiteindelijk voor gekocht. Latere protocollen hebben daar ook nog wat dingen aan toegevoegd. Een port kan dus ook, behalve de diverse status die hier staan, kunnen ze ook een rol hebben. Een port kan een rootport zijn. Dat wil zeggen, dat is de port die de kortste weg naar de rootbridge heeft. Een designated port, dan laat hij gewoon verkeer toe. Dat is een variatie op forwarding. Blocking, dan staat hij dus eigenlijk geen verkeer toe. En er zijn nog wat alternatieven voor uitwijkscenario's. Een heel simpel scenario. Je hebt twee switches, twee aangesloten systemen. En wat er gebeurt op het moment dat het linker systeem verkeer wil sturen naar het rechter systeem, zegt van nou, ik weet welk IP-adres ik moet hebben, ik weet alleen niet welk MAC-adres daarbij hoort. Dus wat hij dan doet, dan stuurt hij een broadcast uit, een ARP, Address Resolution Protocol, en dat stuurt naar iedereen. Het is een broadcast. Op het moment dat dat pakketje de eerste switch binnenkomt, gebeuren er twee dingen. De eerste is dat die switch 1 die leert het MAC-adres van het linker systeem. Want ik krijg net een pakketje binnen met als afzenderadres het MAC-adres van het linker systeem.
Omdat het een broadcast is, stuurt dit voor de rest uit naar alle andere poorten, behalve daar waar hij het over heeft binnengekregen. Switch 1 stuurt het pakketje naar switch 2 en die doet eigenlijk hetzelfde. Die leert op die poort, leert hij het MAC-adres van het linkersysteem op zijn link die naar de eerste switch gaat. En omdat het een broadcast is, stuurt hij meteen die ARP uit naar alle andere poorten, behalve de poort waar hij het op heeft binnengekregen. Nou, dat is een heel mooi scenario, maar we zien uiteraard ook wat er allemaal mis kan gaan met dit scenario. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als die kabel tussen die switches doorgaat? Dan heb je geen verkeer meer. Of wat gebeurt er als er niet één systeem per switch hangt, maar wel 20? Als die allemaal van het linkeromgeving naar het rechteromgeving moeten, dan heb je aan één touwtje heb je meestal niet zo heel erg veel. Dus wat is er dan makkelijker dan een tweede link? Dit is ook meteen het probleem. Op het moment dat het linkersysteem verkeer wil gaan sturen naar het rechtersysteem, dan leert die switch weer, net zoals net, leert het MAC-adres van het linkersysteem achter dat poortje waar die op zit. En wat gebeurt er vervolgens? Dan stuurt hij de broadcast door naar alle andere poorten, behalve die ene poort die verbonden is met het linkersysteem. En de grap is dan is dat hij dat over twee poorten naar buiten stuurt, naar switch 2. Switch 2 krijgt op het bovenste touwtje krijgt hij wat binnen en leert het MAC-adres van het meest linker systeem. En omdat het een broadcast is, stuurt hij het vervolgens naar alle andere poorten toe, waaronder de onderste link. Waarop switch 1 leert dat het MAC-adres van het meest linker systeem zit achter de onderste link die naar switch 2 loopt. En omdat het een broadcast is, stuurt hij hem door naar alle andere systemen, bijvoorbeeld naar het meest linker systeem en weer het bovenste touwtje langs. En zo blijft het de ene kant op doorcirkelen. Maar wat er ook gebeurt is dat toen switch 1 die broadcast doorstuurde over het onderste touwtje, switch 2 ook leerde dat het MAC-adres van het meest linker systeem via het onderste touwtje bereikbaar was. Het is een broadcast, dus hij gaat ook via het bovenste touwtje die broadcast voorwoorden naar switch 1. Die leert vervolgens weer het MAC-adres van het meest linker systeem achter het bovenste touwtje dat naar switch 2 loopt. En als dit maar lang genoeg doorgaat en er maar genoeg broadcasts blijven rondzingen, heet dat een broadcaststorm. Geloof me, in de productieomgeving wil je dat niet hebben. Dus om dat te voorkomen is Spanning Tree bedacht. Spanning Tree die werkt met prioriteiten die je aan een bridge toekent. En hoe lager de prioriteit, hoe belangrijker je bent. Dus in dit scenario wordt de linker switch de baas. Dat wordt de root bridge. En in dit scenario betekent dat dat van de root switch alle poorten in forwarding komen te staan. Alle poorten blijven openstaan. Van die twee die hier naar af gaan, die blijft openstaan, die blijft openstaan. Deze switch is minder belangrijk. Die kiest één van die twee links, bijvoorbeeld de bovenste, en dat wordt zijn rootpoort. Oftewel, die blijft openstaan voor verkeer dat hier overheen loopt. En deze komt in blocking te staan, puur ter voorkoming van die loops, waardoor we die broadcaststorm kunnen krijgen. Dus dit poortje wordt dichtgezet. Op het moment dat je dat tweede touwtje puur had voor redundancy, want wat gebeurt er als een van die touwtjes wegvalt, dan heb je geen connectivity meer, dan blijft dit gewoon werken. Op het moment dat je alleen daar 20 hosts had hangen en daar 20 hosts had hangen en je wilde dat tweede touwtje eigenlijk bijschakelen voor extra capaciteit, dan heb je er helemaal niets aan, want die tweede link wordt gewoon niet gebruikt. Je kunt Spanning Tree wel voor de gek houden, dan moet je ze bundelen. Op het moment dat je er een port channel of ether channel van maakt, de naamgeving verschilt per fabrikant om het makkelijk te maken, dan zijn het weliswaar twee touwtjes en heb je wel de capaciteit van die twee links, maar wordt het voor Spanning Tree als één logische link gezien. Dus wat gebeurt er dan op het moment dat hij een broadcast doorstuurt, dan stuurt hij hem één keer door over één van beide links en stuurt hij hem niet terug over de andere link. Dus het wordt, fysiek zijn het twee linken, logisch is het maar één link. Dit is een vrij populair design voor op campussen, om de eenvoudige reden dat heel veel campussen hebben niet 20.000 of 100.000 werkplekken, maar
Een paar tientallen, een paar honderd, misschien net 2000, maar dan hou je het ook wel gauw voor gezien. Dus dan heb je vaak een core switch, twee, één is geen in de IT. En daarvan heb je een ontwerp gemaakt van, nou, op het moment dat ik voor dit VLAN daar een hele lage prioriteit in stel, dan wordt dit de rootbridge, maar als er wat mee gebeurt, wil ik dat die het overneemt. Dus die krijgt een vrij lage prioriteit, die heeft een iets hogere prioriteit. Gateway zit standaard achter de rootbridge, dus op het moment dat gerouteerd moet worden, die kant het netwerk uit, dan loopt dat via hem. Dan hebben we daar een access switch waar wat clients aan hangen, en we hebben daar een access switch waar wat clients aan hangen. Alles is wel netjes redundant aangesloten, dus als die core switch uitvalt, heb je een paar seconden convergentie, maar daarna werkt alles weer gewoon. Ik heb dit scenariootje gebouwd en ik heb gewoon gekeken, goh, welke functie krijgt elke poort? Dit wordt de rootbridge. Dit is de backup rootbridge. Omdat dit de rootbridge is, staan al die poorten open. Dat zijn designated poorten. Vanaf die switch naar die switch is dit de kortste weg. Dit is de rootpoort. Die gaat naar de rootbridge. Dit, hij heeft maar twee links, wordt je backup. En die staat eigenlijk in blocking. Dus vanaf hier naar hier, voor dit VLAN, gaat geen verkeer. Nou, hoe verrassend, van hier naar hier is dit de rootpoort. Van hier naar hier is dit de rootpoort. Die staat in blocking. En die twee staan wel in forwarding. Je hebt er niet zoveel aan, want verkeer, dat komt wel daaraan, maar die blokt toch alles. Dus de boom die daadwerkelijk gebouwd wordt, het heet niet voor niets spanning tree, ziet er zo uit. Nu zijn alle geblokte links eruit gehaald en dit is eigenlijk alles wat je overhoudt. Dus van elke host op elke switch is er maar één pad waarop je van de ene omgeving naar de andere kunt komen. Dus dit is echt in de notendop spanning tree. Als we er dieper op in willen gaan, dan heb ik nog wel een paar uur nodig, maar laten we het gezellig houden. Yeah. What could happen? Stel dat een valse hacker een eigen switch heeft aangesloten en hij heeft hem heel sneaky op twee verschillende access switches aangekomen en heeft prioriteit 0 ingesteld. 0 is nog lager dan 4096. Wat er vervolgens gebeurt, is dat dit de nieuwe rootbridge wordt. En niet langer die of die. Dan verandert het hele boomprincipe dat hier staat. Dan wordt dat onderdeel van de boom, dat onderdeel van de boom, maar ook die. En die. Op het moment dat we gaan kijken welke boom we dan overhouden, dan is dat deze. Dus op het moment dat er iets achter switch 2 zit, ik noem maar wat, daar zit het kantoortje van de directeur achter, en je bent erg benieuwd wat die man nou de hele tijd aan het doen is. Op deze manier heb je jezelf geplaatst in de keten van alle systemen die hierop zitten, die naar de gateway op core 1 zitten. Maar wacht even, wat gebeurt er nou als die directeur waar jij erg benieuwd naar bent op access switch 1 zit? Maak je de keten nog even wat anders, zodat hij in jouw voordeel zit. In dit geval heb ik er twee switches tussen gezet. De boom die dan ontstaat, is deze. Dus access switch 1 loopt via de hacker switches, waar je verkeer kunt sniffen, waar je verkeer kunt injecteren, waar je allemaal snode dingen kunt doen. En loopt vervolgens via access switch 2 naar core 1. Dus dit is een mogelijkheid om het hele basale protocol, spanning tree, het is al heel oud, het wordt eigenlijk door elke switch ondersteund, om dat te misbruiken. Gelukkig zijn er wat tegenmaatregelen die je kunt treffen. Je kunt het ontwerp optimaliseren. Een van de dingen die je kunt doen is MEC, Multi-Chassis Ether Channel. Niet elke omgeving kan dat, maar soms kun je net doen alsof die twee core switches, of dat voor spanning tree één switch is. En dan kun je vanuit elke access switch, die twee linken die net heel mooi getekend stonden, kun je laten behandelen als ether channel. En dan, jammer dan dat er twee chassis zijn, als die twee kunnen faken voor spanning tree dat het maar één chassis is, heb je geen blocking poort op dat punt. Andere dingen die je kunt doen, je kunt op je switches kun je aanzetten van, nou, dat is een mogelijke poort naar een rootbridge en dat een mogelijke poort en alle andere mogen niet.
op het moment dat die hackerswitch dan met hele lage prioriteit BPDU's aankomt, dan worden die gewoon genegeerd. Andere mooie alternatieven, 802.1x. Het is hartstikke leuk dat jij een apparaat eraan hangt. Maar totdat jij hebt gezegd wie je bent, mag je niks. 802.1x, port security. Er zijn alternatieven. Spanning Tree is al best oud, wordt nog steeds heel veel gebruikt. Alleen wat minder op de datacenters en de wat stoerdere apparatuur. Helaas is het ook dan wat meer de wat duurdere apparatuur. Maar er zijn alternatieven. Trill, Transparent Interconnect of Lots of Links, is het protocol dat ook door Radier Pelman bedacht is. En die werkt net even anders. Dat zorgt er namelijk onder andere voor dat je geen blocking links hebt. Je hebt parallele links waarover ook verkeer gestuurd kan worden. Stiekem past het een protocol toe dat wel een time to live heeft. Dus op, dat manier, op die manier wordt voorkomen dat er loops op kunnen treden. En je toch gebruik kunt maken van elke link die in je topologie zit. Dus je hebt geen blocking poorten meer. Sterker nog, je hebt gewoon load balancing over je actieve poorten. En je hebt toch geen loops. En je hebt dat shortest path bridge protocol. Een tegenhanger die weer door andere mensen bedacht zijn die ook tracht om de limitaties van spanning tree protocol in een laag 2 omgeving te verkleinen. Een andere hele mooie is training. Zorg ervoor dat mensen die verantwoordelijk zijn voor je netwerk, dat die weten van het bestaan van protocol. Dat ze weten hoe ze apparatuur moeten configureren. Want het scenario wat ik net heb geschetst bevat geen enkele beveiligingsmaatregel. Op het moment dat je een heel klein dingetje toepast dat best wel standaard is, namelijk BPDU Guard, dan heb je dit hele euvel heb je niet. Als je BPDU Guard aanzet op je access poorten, namelijk overal waar je geen switch verwacht, en je hangt er een switch aan, dan klapt die poort dicht. Het is erg veilig en ook erg fijn dat er niemand zomaar apparatuur aan kan sluiten die opeens jouw hele topologie in ontwerp overhoop gooit. Dus port security, BPDU Guard en de kennis om het goed toe te kunnen passen is erg belangrijk. En last but not least, logging. Heel veel apparatuur kan gewoon laten weten wanneer er een verandering is op een protocol. Dus wat erg belangrijk is, is dat je daadwerkelijk logs creëert en ergens naar een centrale collector stuurt en dat je ze ook nog leest. Een fout die je nog wel eens voorkomt bij een aantal bedrijven. Ja, maar we loggen alles. Ja, fantastisch, maar lees je ze ook? Ja, alleen als het misgaat. Er is niks mis met een dagelijkse browse door je logging heen om te zien of er vreemde dingen gebeurd zijn. En als je ergens een stroomstoring gehad hebt, verwacht je heel wat vreemde dingen. Als je geen stroomstoring verwacht hebt, verwacht je heel weinig. Dus dan zou je eigenlijk daar relatief snel doorheen moeten zijn. Dus er zijn genoeg manieren om te voorkomen wat het scenario voorkomt wat ik net geschetst heb. Maar je moet ze wel doen. We spieken. Dit was in een notendop, maar dan ook echt heel kort, Spanning Tree protocol, een mooie aanval en wat verdediging. Voordat we doorgaan naar deel 2, zijn hier nog vragen? Ja. Nou, niet de poort, de priority. Ja. Ja. Goeie vraag. Dat heeft... Twee redenen. De eerste is, je hebt over het algemeen een ontwerp waar je niet op nul gebruikt. Het gebruik van nul is niet echt een best practice, want je wil ook wel eens migreren. Op een gegeven moment wordt je core netwerk een paar jaar oud en dan wil je een nieuwe doen. En dan moet je dus apparatuur erin hangen die nog weer lage prioriteit krijgt. Dus dat ten eerste. En stel nou dat inderdaad die rootbridge op nul stond in plaats van 4096. En die hacker die hangt er ook eentje in. Dan heb je nog een tiebreaker nodig. En die tiebreaker is het MAC-adres van de switch. En hoe lager het MAC-adres, hoe groter de kans dat je spanning tree wordt. Het grote probleem is, een laag MAC-adres is helemaal niet moeilijk om aan te komen. Moet je gewoon een hele oude switch erop hangen. Of je spamt het MAC-adres, maar zorg ervoor dat je een heel laag MAC-adres hebt. En je wint alsnog de verkiezing voor rootbridge. En inderdaad, of je spamt het MAC-adres, wat bij switches wat minder makkelijk is volgens mij. Of je koopt gewoon een hele oude switch. Die hebben namelijk gewoon een hele lage MAC-adres. Ja.
verschilt per platform. En meestal zelfs per leeftijd of soms per software op het platform. Maar goede vraag, bedankt. Verder nog vragen over Spanning Tree? Open shortest path first. Het is een routeringsprotocol. We hebben net naar iets gekeken dat zich bezighoudt met het verplaatsen van MAC-adressen door een netwerk. OSPF gaat één niveautje hoger. Die houdt zich bezig met het verplaatsen van IP-adres of IP-pakketten door het netwerk. Het is een link-state routing protocol, een interior gateway protocol. Klinkt heel wat. Interior gateway protocol betekent dat het binnen je eigen netwerk gebruikt wordt. En meestal niet tussen netwerken in. Of over landen heen. Interior gateway wil zeggen, je hebt één bedrijf, daar wordt dat protocol gebruikt. Link-state routing protocol wil eigenlijk dit zeggen. Je hebt een netwerk van een aantal routers. En elke router weet hoe de topologie eruit ziet. Dat wisten ze onderling uit. Ze vertellen welke interfaces ze hebben. Ze leren de informatie. En ze bouwen allemaal dezelfde database op met zo ziet dit netwerk eruit. Dat wil zeggen link-state protocol. Het is iets minder oud dan Spanning Tree. Bestaat sinds 1998. Voor de held die Edsger Dijkstra herkende. Het algoritme stamt uit 1956, geloof ik. En er zijn ook heel veel toepassingen geweest, maar het duurde eenmaal even voordat ze met OSPF op de proppen kwamen. Er staat versie 2 achter, OSPF versie 2. OSPF versie 3 bestaat ook, maar die is voor IP versie 6. Er zijn twee Internet Engineering Task Force RFC's. De linker is inderdaad voor OSPF versie 2, de rechter is voor OSPF versie 3. Dus mocht je het na willen kijken, dat zijn de twee RFC's die die informatie bevatten. Elke router weet exact hoe elke area eruit ziet. Welke routes zijn er? Wat voor links zijn er? Welke subnets zitten waar? En wat zijn de snelheden of de bijbehorende kosten van elke link? Nadat elke router dat weet, wordt het shortest path first algoritme erop losgelaten op die verzameling informatie. Of het Dijkstra algoritme. Die berekent vervolgens van elk netwerk naar elk netwerk wat de meest optimale route is. En die geeft dat vervolgens door aan de routing table, die dat dan vervolgens dient als lookup mechanisme. Het is vrij schaalbaar. Als je een 200 routers hebt, kun je dat zonder mee doen met OSPF. Als je 500 routers hebt, kun je dat zonder mee doen met OSPF. En heel groter heb ik ze in Nederland nog niet gezien. Ik geloof dat ze zelfs door kunnen schalen richting de 800 routers. Het is loop-free, want je hebt het shortest path algoritme en dat bepaalt de beste weg. Kleinigheidje, op het moment dat je nou twee paden hebt die dezelfde kosten hebben, kan die erover load balancen. Equal cost load balancing maakt gewoon onderdeel uit van het protocol en bestaat, is gewoon mogelijk. En op het moment dat er een link uitvalt, dan wordt dat gedetecteerd, de routers brengen elkaar op de hoogte, ze doen een herberekening en je hebt je nieuwe topologie. En dat gaat allemaal best wel snel. Dus uiteraard een beetje afhankelijk van de grootte van je topologie, maar denk seconden, dat gaat geen minuten of uren duren, maar seconden en dan heb je weer een nieuw stabiel netwerk. Stel dat ik hier een netwerk achter heb zitten en dat wil hier naartoe. Wat is dan de meest optimale route? Onderlangs? Maar wat nou als dit een 2 megabit lijn is en dit een 2 megabit lijn en dit allemaal gigabit lijnen? Wat bovenlangs? Ja. De OSPF maakt gebruik van een kostenafweging voor wat het beste pad is. Hij gebruikt ervoor een referentiebandbreedte en hij deelt alles op die referentiebandbreedte en bepaalt op die manier wat de kosten zijn. Dus voor OSPF geldt eigenlijk van nou, het pad met de meest optimale hoeveelheid bandbreedte wordt het beste pad. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, tuurlijk. Ja. Voor OSPF wel. Er zijn ook routeringsprotocollen die uitgaan van veel meer. Die gaan uit van delay, die gaan uit van bandbreedte. En als je zelfs wilt, kunnen ze uitgaan van load. Maar dat is niet iets wat binnen OSPF zit. OSPF is puur cost-based voor de berekening van shortest path.
kost is effectief bandbreedte. Want op, niet latency, nee, alleen bandbreedte. Zolang je maar meer bandbreedte heeft dan je ADSL, dan wordt die inderdaad gebruikt. Goeie vraag. Goed, ik heb een heel simpel scenario. Ik heb hier een router die onder andere hier wat clients kan hebben op een of andere access switch. Die heeft een verbinding met die router en die serveert mogelijk ook wat. En die heeft, noem maar wat, dit IP-adres, 8888. Stel dat hij dat serveert. Dus die route weet, het netwerk 8880 is bereikbaar achter die interface. Dat wordt vervolgens geleerd door die router en die weet, nou, op het moment dat ik verkeer heb voor 8880, weet ik dat ik die kant op moet gaan. Elke router weet waar dat zit. Deze router weet ook hoe die bij dat netwerk moet komen. Namelijk, die weet, nou, dat is via die en dan gaat het via die interface naar buiten. Wat kan er nou gebeuren? Nou, hier nog even wat ik net aangaf. De routingtabel is een beetje te lezen. Dit is de routingtabel van die eerste router. Je weet het 172.17 netwerkje. Die is verbonden dus met het clientnetwerk. 172.16 tussen router 1 en router 2. En die heeft via OSPF geleerd dat het netwerkje 8880 bereikbaar is via router 2. Router de bel van router 2, feitelijk wat ik net zei, het zijn dezelfde netwerkjes, want elke router kent dezelfde topologie. Dus qua netwerk zou hier geen verschil in moeten zitten. Alleen de uitgaande interfaces zijn iets anders. Heel klein stukje van de routerconfiguratie. Het is echt heel bazaal. Een router ID, als hij het niet weet, dan kiest hij op basis van een bestaand IP-adres. Redistribute connected subnets, oftewel ook interfaces die geen OSPF praten, wil ik wel via OSPF kenbaar maken aan de rest van de routers. En een hele makkelijke network 0000, 255.255.255. En we hebben het makkelijk gedaan, alles is één area. Oftewel, welk netwerk er ook is, het kan geadverteerd worden. Wat zou er kunnen gebeuren? Een hacker plaatst zijn router in het client subnet dat gereserveerd wordt door router 1. En gaat vrolijk OSPF mee babbelen. En die hacker zegt, ik weet hoe je bij 8888/25 moet komen. Op het moment dat een router een ander netwerk leert, maakt niet uit via welk protocol, dan gaat hij kijken, wat voor manieren weet ik om naar een ander netwerk te komen. Een van de eerste dingen die hij bekijkt is hoe specifieker, hoe beter. Dus netwerk 10 is heel globaal. En als ik ergens weet hoe ik bij netwerk 10.10 moet komen, dan verdient dat de voorkeur als dat nodig is. En als ik ook nog weet hoe ik bij netwerk 10.10.10 moet komen en ik moet verkeer routeren naar een adres uit die reeks, dan verdient dat de voorkeur. Dus specifieker is beter. Mocht hij trouwens hetzelfde netwerk leren via verschillende routeringsprotocollen, dan maakt hij een keuze op basis van routeringsprotocol. Dat heet de administrative distance. En daarin wordt onder andere bepaald dat OSPF is beter dan RIP. Dus het ene protocol wordt gezien als betrouwbaarder dan het andere. Maar voordat hij überhaupt kijkt naar de administrative distance, kijkt hij naar de specifiekheid van het netwerk. En omdat dit netwerk specifieker is dan dat netwerk voor IP-adres 8888, leren alle routers dat als ze naar 8888 moeten, dat ze dat via de hackerrouter moeten doen. Dit is de routingtabel van router 1. En behalve alle netwerken die die kenden, zien we hier 8880/24, die wordt doorgestuurd naar router 2, en 888/25, en die wordt doorgestuurd naar de hackerrouter. Het wordt zelfs nog leuker. Router 2, die notabene op zijn interface adres 8888 heeft staan, die kent ook die 2. En die weet, ik heb directly connected 8880/24 en 8880/25, die kent ze ook allemaal. Grap is nou, wat gebeurt er
als ik vanaf router 2, die dat adres zelf heeft, een traceroute doe. Dit zijn alle IP-adressen die op router 2 zitten, waaronder die. Ik doe een traceroute naar 8888 en ik zie dat die keurig netjes eerst naar router 1 gestuurd en vervolgens naar de hackerrouter stuurt. Oftewel, zelfs al heeft die router het adres zelf, hij forwardt het verkeer toch weg van hemzelf. Puur omdat die netwerkdefinitie specifieker is dan wat hij zelf geconfigureerd heeft. De reden dat ik 8888 gebruikt heb is natuurlijk niet geheel toevallig. Dat is de DNS-server van Google. En op het moment dat je die gewoon daadwerkelijk wilt kunnen benaderen vanuit een netwerk, kan het erg in je voordeel zijn als je dat verkeer naar je toe kunt trekken. En dit is een van de vele mogelijkheden die je hebt om dat verkeer naar je toe te trekken. Zodat je bijvoorbeeld valse antwoorden kunt geven op DNS-verzoeken. En je hoeft niet eens rechtstreeks in de keten te zitten, maar op het moment dat je zo'n route kunt injecteren in een OSPF-domein, trek je al dat verkeer gewoon naar je toe. Gelukkig zijn er wel wat dingen die je tegen kunt doen. Ontwerp. Je kunt tegen OSPF zeggen, elk bericht dat je binnenkrijgt van een buurman OSPF-router, wil ik een MD5-hash op hebben. Elk bericht. Als je dat wachtwoord niet weet wat je in je configuratie moet zetten, wordt het verkeer gewoon gedropt. Een ander deel wat je mee kunt nemen in je ontwerp, point-to-point. OSPF kan heel mooi werken op verschillende media. En of je nu frame relay hebt of ethernet of seriële verbindingen, je kunt er gewoon OSPF overheen praten. Als je in je ontwerp al uitgaat van point-to-point verbindingen tussen routers en niet ook nog via broadcast medium zoals switches, beperk je daarmee wederom de mogelijkheid voor een hacker om in te grijpen. En point-to-point wil ook zeggen dat je hele kleine subnetjes gebruikt tussen je twee routers. Een andere hele mooie. Passive Interface Default, oftewel mijn interfaces gaan geen OSPF praten, tenzij ik het specifiek aanzet voor die interface. Als dat was aangezet op router 1, had die hackerrouter nooit een neighbor relationship op kunnen bouwen met router 1. Want die had simpelweg OSPF drop. Dus Passive Interface, heel makkelijk om toe te passen. Heel eenvoudig en je voorkomt ermee dat je ongewenste neighbor relationships opbouwt. Een andere mooie, ja, ik heb hem net eigenlijk al gezegd, training en logging. Goede training is belangrijk, sorry, ja. Ja. Het is vergelijkbaar. Op het moment dat je een access point BPDU card aanzet, dan blijft die switch blijft gewoon BPDU's uitsturen. Alleen op het moment dat iedereen binnenkrijgt, zet hij de poort dicht. Dat is wel wat anders dan dit, want op het moment dat je een interface of passive zet, probeert die router ook niet eens om een relationship op te bouwen. En als die router er wat op binnenkrijgt, dan doet hij er niks mee. Dus je kunt een poort op die manier niet dicht laten klappen, maar het is wel een manier om te voorkomen dat hij inderdaad een ongewenste relatie aangaat met een ongeautoriseerd device. In dat opzicht is het hetzelfde. Meestal per protocol. Want BPDU guard, dat soort dingen zet je voor spanning 3 aan. En passive interface zet je voor OSPF aan. Er zijn twee dingen die je voor OSPF kunt doen. Je kunt zeggen van alle interfaces zijn passief tenzij ik ze specifiek aanzet. Of je kunt zeggen alle interfaces zijn lekker actief behalve die ene die specifieke interface die ik op passief zet. En ook dat kan trouwens per platform verschillen. Ik ben een Cisco fanboy, ik snap Cisco. Andere platformen die kunnen het vast ook, maar daar heb ik helaas minder verstand van. Ja, er zit wel wat verschil in de diverse protocollen.
Er zijn heel wat variaties in spanning tree en een aantal daarvan zijn vendor specific. Maar op het moment dat dat niet met elkaar samenwerkt, dan doen ze eigenlijk default fallback naar gewoon klassiek spanning tree. En op het moment dat je spanning tree uitzet in een switched omgeving, naar mijn bescheiden mening, spoor je dan niet. Routing protocollen, ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat die default aanstaan. Dus dat is wel een verschil. Spanning tree staat default aan omdat het gewoon, nou, je kunt je netwerk er echt mee om zeep helpen. Maar routing protocollen, dat moet je echt aanzetten en configureren voordat het überhaupt gaat werken. Ik heb nog nooit gezien dat het default aanstaat. Maar, ja, dat van die features, dat herken ik wel. Ik denk dat het grootste risico dan ligt in of misconfiguratie, of dat je een oud lab device hebt genomen dat niet helemaal geschoond is. Wat ook nog wel eens voorkomt. En dan kun je hele andere creatieve dingen mee krijgen. Ja, klopt. Het enige routeringsprotocol op consumentenroutes dat ik ooit gezien heb, is RIP. En ik ben het toch nooit RIP tegengekomen in productie. En eerlijk gezegd, dat wil ik ook graag zo houden. Het is een heel mooi protocol, maar buiten de classroom denk ik niet dat het een toepassing heeft in het huidige. Maar ook zonder routeringsprotocollen, ja, ook heel veel routers, inclusief Cisco, die hebben standaard heel veel services aanstaan die ik standaard uitzet. Dus dat is sowieso een best practice, gewoon een heel simpel hardening trucje. Als je het niet gebruikt, zet het uit. Maar alsjeblieft, zet spanning tree niet uit. Ja, dingen als finger bijvoorbeeld en small services, die staan standaard aan. Ja, ik gebruik het niet op mijn router. Ik zet het standaard uit. Goed, dus training wederom belangrijk. Nog een ander dingetje over MD5. Ook al heb je een heel goed ontwerp, op het moment dat je MD5 aanzet, kan het alsnog configuratiefoutjes voorkomen. Want op het moment dat je vergeten bent om ergens iets op passief te zetten en hij gaat OSPF uitsturen en je kunt dan hele creatieve wegen in je netwerk krijgen omdat OSPF heel lekker makkelijk een verbinding aangaat. Als je structureel MD5 aanzet, dan zorgt dat ervoor dat het op die manier voorkomen wordt dat er een relationship met zijn buurman wordt aangegaan. Dus buiten het feit dat het een beveiligingsoplossing is, kan het ook configuratiefoutjes voorkomen. En de laatste, ja, logging. Ik had het net specifiek uitgezet voor het lab, maar elke verandering in een neighbor relationship kun je laten loggen. Op het moment dat je je log doorblaat en je zegt, wat is er gisteren gebeurd? Ik weet van geen outage en ik zie wel een nieuwe buurman verschijnen. Kun je erop acteren. Dus het hebben van log en ze lezen is best belangrijk. Tot zover deze talk over hele basale basic network protocollen. Hoe je er misbruik van kunt maken. En de tegenmaatregelen. Zijn er nog vragen? Dan dank ik jullie allen voor jullie aandacht. En zoals gezegd, alle apparatuur waar ik deze setups mee gebouwd heb, heb ik mee. Als je dingen wil zien, kunnen we ze bouwen. Goed, bedankt allemaal.